Opnieuw heeft het Amstelveense College van BMW een rechtszaak verloren. Deze keer heeft de rechtbank Amsterdam beslist dat het gemeentebestuur begin vorig jaar niet zorgvuldig heeft gehandeld bij het nemen van een besluit over de aanleg van de bussluis in de Noordermalaan. De rechter heeft dit besluit daarom deze week vernietigd. Het vonnis van de rechter betekent overigens niet dat de bussluis nu meteen moet worden afgebroken. Die eis had namelijk geen van de partijen voor de rechter gesteld. Het college wordt door de rechter alleen gesommeerd een nieuw, zorgvuldig verkeersbesluit te nemen. De rechter deed uitspraak in een zaak die tegen de gemeente was aangespannen door enkele bewoners van Bovenkerk, van wie de meesten zich hadden verenigd in het actiecomité Veilig Bovenkerk. Zij vinden dat de gemeente onderzoeksgegevens over sluipverkeer onder de pet had gehouden toen ze de bewoners van Bovenkerk in een enquête om hun mening vroeg, en de rechter is het daarmee eens. Door niet alle beschikbare informatie voor te leggen aan de deelnemers van de enquête, heeft het college het verkeersbesluit op een onzorgvuldige wijze voorbereid, zegt de rechter. En net als de bewoners vindt ook de rechtbank dat de gemeente hap-snap-beleid heeft gevoerd door te weinig onderzoek te doen naar mogelijk sluipverkeer. Vervolgens wel de bussluis aan te leggen en dan maar af te wachten hoe het zich allemaal zou ontwikkelen. Vervolgens werden aanvullende maatregelen genomen zoals drempels aanleggen, versmallingen aanbrengen en eenrichtingverkeer in enkele straten doorvoeren. Het verkeersbesluit is gebrekkig gemotiveerd, concludeert de rechter.